Antonia, welkom in het programma. Ja, leuk om hier te zijn. Hartstikke fijn. Hey, doe jij boodschappen in de Albert Heijn? Ja, ik doe wel eens boodschappen in Albert Heijn. En zijn die herbruikbare zakjes, zijn je die opgevallen? Ja, ze hebben ook geen plastic zakjes meer bij de Albert Heijn bij mij in de straat. Dus jij bent een van die 30 winkels waar dat nu gebeurt. Ja. Wat voor rol spelen supermarkten in ons gedrag, zou jij zeggen? Nou ja, ze spelen zeker een rol. Als je het hebt over duurzaamheidsgedrag, faciliteert een supermarkt natuurlijk in hoeverre jij je makkelijk aan een duurzaam gedrag kan committeren of niet. Ja, en heb jij dat herbruikbare zakje direct gepakt toen je het zag? De keer dat ik meerdere tomaten nodig had, heb ik toen wel dat zakje gepakt, ja. Ja, ja, vertel eens, wat voor advies zou jij Albert Heijn geven als het gaat om hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun klanten die herbruikbare zakjes meer gaan gebruiken? Nou ja, het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Die zakjes gebruiken, dat is wat Anita net ook al zei. Het is niet alleen dat ze dat zakje de eerste keer mee moeten nemen. Of ze moeten hem eigenlijk überhaupt de eerste keer zien liggen natuurlijk. Maar ze zullen hem de eerste keer moeten gaan gebruiken. Misschien wel aanschaffen. En dan de volgende keer niet per ongeluk dat zakje weg hebben gegooid bij het uitpakken van de boodschappen. Maar weer mee moeten nemen naar de supermarkt om daar vervolgens nog een keer hun tomaten in te stoppen, zoals ik vorige keer heb gedaan. Ja. En dat vereist dus best wel een aantal handelingen op zich. Is bewustwording dan voldoende? We hebben het over bewustwording. Anita had het over bewustwording. Is bewustwording voldoende om nieuw gedrag te gaan vertonen? Het is een belangrijk onderdeel. Bewustwording zorgt ervoor, als jij bewust wordt dat iets een probleem is, wordt het voor jou ook relevant. En dat kan ervoor zorgen dat jij gemotiveerd bent om je gedrag aan te passen. En die motivatie is wel nodig, want als jij nieuw gedrag, eigenlijk jezelf nieuwe gedragingen aan wil leren, dan kost dat best wel wat energie en tijd. Je zal erover na moeten denken, je gaat niet meer op de automatische piloot naar de Albert Heijn om daar een plastic zakje te pakken waar je tomaten in stopt. Maar je zal na moeten denken van tevoren van, oh ja, ik ga nu letten op duurzaamheid. Dus dan neem ik mijn eigen zakje mee en dan stop ik daar mijn tomaten in. Dus het is de hele tijd een soort van jezelf herinneren aan dat nieuwe gedrag wat je jezelf als het ware eigen wil maken. En dat kan nog best wel lastig zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk dat je vaak, als je naar de supermarkt gaat, eind van de dag natuurlijk, je bent er gaar van werken en je denkt er misschien niet aan. En de supermarkt zelf is mogelijk ook wat ingericht op ons gemak inmiddels. Dus je bent ook niet zo snel geneigd om daaraan te denken. Is dat zo? Ja, dat klopt inderdaad. Het is, we hebben ons, zeg maar, ons nadenken werkt in twee systemen. Dus we hebben onze automatische piloot. Die staat voor het overgrote deel van de tijd staat die aan. En die zorgt er eigenlijk voor dat we energie kunnen besparen. Dus dan hoeven we niet na te denken over wat we doen. Het gebeurt gewoon als het ware vanzelf. En je hebt dan nog het bewuste nadenken, het tweede denksysteem. En dat kost ons eigenlijk heel veel energie. Maar dat is dus ook beperkt. Dus we hebben natuurlijk zoveel energie om te besteden op een dag. En als dat potje op is, dan slaan we eigenlijk automatisch over op het automatische gedrag. Dus terug op die automatische piloot. En dat is al het gedrag wat we onszelf al hebben aangeleerd. En dus daarin spelen die supermarkten weer een rol. Want die hebben ons natuurlijk dat gedrag aangeleerd met tot 10 uur 's avonds open zijn en alles in plastic te verpakken, zodat het gemakkelijk voor ons is, lijkt me. Dus, ja, dus ze hebben er wel mooi op ingespeeld inderdaad wat de behoeftes zijn van de consument. Ja. En nu vragen ze en nu commerciële vragen ze partij, van ons, dus dat snap ik ook heel goed. Ja, en nu vragen ze van ons dat we heel erg met die duurzaamheid
bezig gaan. En daar ligt dus mogelijk een dilemma, kan je wel zeggen. Zijn er nog vragen in de chat gekomen? Ja, zijn er vragen in de chat? Is Esther er? Ik ben er, denk ik. Op dit moment nog niet, maar ik had zelf wel een vraag. Want in hoeverre kan je je eigen gedrag de schuld geven als je afwijkt van je eigen plastic dieet? Ben je zelf echt dan de schuldige? Of? Je kan nooit jezelf 100% denk ik de schuld geven van je gedrag. Mensen worden namelijk altijd wel beïnvloed door hun omgeving ook. Kijk, jij als persoon wordt beïnvloed door je omgeving, maar jij beïnvloedt je omgeving ook weer op zich. En het is heel erg afhankelijk van in wat voor kring jij bijvoorbeeld woont, waaruit de norm bijvoorbeeld bepaalt dat jij duurzaam gedrag vertoont of niet. In mijn omgeving zijn er heel veel mensen bijvoorbeeld gestopt met vlees eten, omdat dat de duurzamere keuze is. Dus dan ben ik ook sneller geneigd om te zeggen, ik stop met vlees eten, want dat is de goede keuze. Want als ik naar mijn omgeving kijk, blijkt dat dat de beste keuze is, want de meeste mensen doen dat. Maar als jij in een omgeving zit waar mensen weinig bewust zijn van een duurzaamheidsprobleem, en jij er dus ook weinig mee in aanraking komt, dan is het lastig om te zeggen van het is jouw schuld, want je weet het niet. Ja, dus we moeten eigenlijk naar een nieuwe norm. Daar gaat het uiteindelijk om. We moeten naar een nieuwe norm. Dankjewel, Antonia. Dit is waar we tijd voor hebben op dit moment.